Het was voor het eerst dat ik een moderne schilderij in het echt zag. Niet een plaatje uit een boekje, maar een kunstwerk zelf. Op een doek met verfklodders die je hierop kon zien. In ware grootte, in levende lijven, niet uit een boekje. Stom verwonderd plofte ik neer op het bankje tegenover de schilderij. Ik keek en bleef maar kijken, overwonderd door zoveel schoonheid. Dit had ik niet verwacht. In een paar lijnen was in één keer dat hele meisje neergezet. Twee lijnen voor de linkermouw, twee voor de rechtermouw van de Romeinse blouse. In een andere zwierige lijn van kin naar wang, naar oor en haar, wat frutsel voor op die blouse en dat was het. Nu alleen nog twee vriendelijke neergeslagen ogen en een verlegen glimlach om het compleet te maken. Maar wat het zo bijzonder maakte, was het felrode achterhoofd, dat donkerblauw van haar rok en die beetje spikkels op de sneeuw te bloeten. Het was die steekvallende in kleur die mij zo greep op deze druilerige ochtend in het grijze betonnen Rotterdam. Het schilderij waar je een goed meur van kreeg. Dit was gewoon een fidele meid die jou nooit in de steek zou laten. Ze had net zo glimlach als Christina die die drie banken achter mij zat. Kom ik het museum uit, die loop ik naar school. Ik heb gespijbeld om Matisse te zien. Tegenwoordig spijbel je voor de snackbar, maar nee, kwaliteitsspijbelen. Zag ik dat de E55 werd ingericht ernaast en de wand naast de ingang. Hij staat in de foto in het boek van mij dat je niet dat je weet dat ik er niet sta te liegen, dat het echt gebeurd is. De wand werd geschilderd door Karel Appel zelf. Op een van de stijgers stond een stevige man met een grote zwarte snor, samen met een paar anderen met een brede kwast uitgebreid te verven. Dat moest de grote meester zelf zijn, Karel Appel. Voor het eerst in mijn leven zag ik een echte artiest aan het werk. Zomaar in het wild nog wel. Ik wist niet wat me overkwam. Ik bleef staan om hem bezig te zien. Met zwarte lijnen zet hij in één keer grote lijnen uit om contouren aan te geven. Zijn assistenten, stel huisschilders zo te zien, mochten dat op zijn aanwijzing inkleuren. Ik heb laatst gelezen dat een van die jongens die hem hielpen, dat moet Jan Kremer zijn. Maar dat staat hier. Dus het is echt gebeurd, kan ik maar zeggen. Ze hoefde niet binnen de lijntjes te blijven, want het moest natuurlijk wel Karel Appel worden. Ik had de neiging om te gaan applaudisseren, hem toe te juichen, hem te bedanken voor zijn bijdrage aan onze stad. Maar ik wilde de grote kunstenaar niet uit zijn concentratie halen en bovendien voelde ik mij veel te beleven om me zo aan te stellen. Toch moet je met die gast uitkijken, hoorde ik naast me. Er stond een dikke vent in een overal zijn sigaretje te roken. Ik heb er ook mijn werk, legde hij uit. Laatst hadden we mijn maat en ik een geintje uitgehaald. Hadden we in schaftijd gauw een paar van die zwarte lijnen op de muur gezet. Maar meneer de schilder had het meteen door. Was hij nog kwaad ook? Begrijp jij dat nou? Hij zegt dat hij wel wat aanhoort zo. Maar ondertussen is hij gisteren, wil jij niet geloven? Nou, hij begreep niet waarom ik daar moest lachen. Dat gedonder met die spijbelen, dat gaf erin. Ik moest nablijven en mijn ouders gebeld. Als ik spijbelde, doe ik ze spijbelen, dan is het toch mijn schuld. Dan gaan ze toch niet met alles bijhouden. Ik kan er nog kwaad over. En mijn moeder zegt, nee, jongen, je hebt het nou afgelopen zijn. Dat gedoe van altijd maar gedichtjes maken, leuk en aardig, maar je schoolwerk leidt eronder. Dus je schrijft niet meer in het schoolkrantje. En vanaf nu schrijf je geen letter meer voor tot je eindexamen hebt gehaald. Zullen we dat maar afspreken? Nou, ik kwam op de kamer, in de eentje van boven, en bleef onderuitgezakt een tijd lang hardgrondig tegen de schooltas aan, stampvoetjes te vloeken. God allemachtig met hem toe. Je houdt dat toch niet voor godsnaam. Het is een god van kijk de truc van een moeder. En dan heb ik in de godsnaam gods collega's zo'n kring van tien. Ze begrijpen het ook niet. Ze begrijpen het allemaal niet. Dacht ik alleen maar. Niemand begrijpt het. In deze wereld lijkt het wel. Dat ik van kunst hield was niet zomaar een leuke aardige hobby. Dat was iets dat ik gewoon nodig had. Dat had niet te maken met een vaag verlangen naar zoete mooie plaatjes. Nee, dat was hongersnood. Van een wanhopige scholier in een armoedig lelijke stad. En niet de grammatica, niet de wiskunde, maar alleen kunstenaars zoals Matisse, Picasso, jazzmuzici zoals Sidney Bechet en Lester Young konden mij door deze beklemmende schotheid heen slepen. En
je dichters natuurlijk. Zeker de dichters. Lucibert, Kamper en Lodijzen.